Ik vraag mij af of de geallieerde strijdkrachten die hier massavernietigingswapens wilden vinden, door het inzetten van uraniumprojectielen niet zelf een massavernietigingswapen in gang gebracht hebben. Deadly Dust bij doodstof gaat het om de uraniummunitie en de uraniumwapens die de geallieerden sinds 1991 in de oorlog met Irak gebruiken en eigenlijk in al hun oorlogen. Dat wil zeggen, niet alleen in Irak 91, maar ook in Kosovo 99 en daarvoor in Bosnië in 95. 2001 in de oorlog met Afghanistan werd hevig met GPU 28 en 31 gebombardeerd. Tja, en daarna in 2003 weer opnieuw in de laatste oorlog met Irak, maar intussen natuurlijk in Somalië en in Libanon, namelijk overal waar de geallieerden zijn. Depleted uranium, verarmd uranium, is eigenlijk toch een afvalproduct van de atoomindustrie. Dat is licht radioactief en is zoals elk zwaar metaal uiterst giftig. Men weet eigenlijk niet waar men met die troep naartoe moet. Er is ondertussen wereldwijd ongeveer 1,2 miljoen ton en dat wordt dagelijks meer. Toen was het natuurlijk een enorme ontdekking voor de militaire designers, toen ze ontdekten als men dat spul tot een metalen staaf vormt en die versnelt, doorbreekt die elke hindernis en door de grote wrijvingshitte die daarbij ontstaat, ontbrandt het verarmde uranium vanzelf en verbrandt explosief. Dat betekent, deze bommen hebben eigenlijk geen eigen sprengstof nodig. Hier hebben we nu een tank gevonden die door verarmde uraanmunitie is geraakt en wel ingeslagen hier bij de toren en hier opzij. En wanneer wij dan meteen meten, dan ligt de radioactiviteit bij dit apparaat duidelijk in het rode gebied. De Euromil, die deze wapens omschrijft als verschrikkelijk en verwoestend, eist voortdurend het afschaffen van deze wapens. Dat betekent, een vakbond binnen het Europese leger weet hoe gevaarlijk die wapens zijn, de NATO weet het ook, zet zich echter over de eis van de soldatenvakbond heen en gebruikt verder deze wapens. Toen ik dan buiten Basra kinderen met dergelijke projectielen zag spelen, die als poppen geverfd waren, en één van deze kinderen aan leukemie gestorven was, werd ik zeer achterdochtig. Günther had dus de verdenking, al wel gemeld in het Irak van 91, dat er iets met deze munitie niet klopt, en hij vreesde dat ze radioactief en mogelijk uiterst giftig is. Ik had een in Irak gevonden projectiel in de bagage van een diplomaat naar Berlijn laten brengen. Ik wilde eigenlijk weten of de projectielen, zoals ik vermoedde, radioactief zijn. En toen heb ik het laten onderzoeken. En wel door drie universiteiten. Als eerste door de Humboldt-universiteit, die zeiden dat is zeer toxisch, radioactief. Wij willen er niets mee te maken hebben. Ga naar de Technische Universiteit. De Technische Universiteit gedroeg zich precies hetzelfde. Ze zeiden, wij willen met die troep niets te maken hebben. Gaat u naar de Vrije Universiteit, naar het Radiologisch Instituut. En toen ik daar dan aankwam, zeiden ze, vandaag is het vrijdag. Wij willen die troep niet. Komt u op maandag terug. Ik moest dan opnieuw dwars door Berlijn rijden naar huis en maandag weer dwars door Berlijn met het projectiel en daar waren dan al 16 politieagenten die mij feitelijk wilden arresteren, omdat ze al op de hoogte waren gesteld over de radioactiviteit van de projectielen. Toen kwam er een speciaal commando van de politie met beschermd kleding, met bijzonder opslagcontainers. Ze zeiden, dat is zeer toxisch, dat is radioactief. Men heeft Günther toen gearresteerd omdat hij dit ene projectiel naar Duitsland had gebracht en heeft hem veroordeeld tot het betalen van een geldboete van 3000 mark wegens het vrijlaten van ioniserende straling. Dat heb ik verworpen en daarop ben ik in hechtenis genomen.
Ik moest 5 weken in de gevangenis. Maar daarmee had ik het bewijs dat mijn vermoedens kloppen dat deze projectielen radioactief zijn. Dat betekent in 1992 heeft een Duits gerechtshof vastgesteld hoe zeer gevaarlijk dit wapen is. Wanneer een dergelijk projectiel een tank treft, verbrandt het verarmde uranium bij deze grote hitte tot zogenaamde nanodeeltjes, 100 maal kleiner als een rode bloedlichaampje. Dat betekent dat wanneer men deze inademt, of wanneer deze stof zich, zeg ik eens, de doodstof op vruchten neerkomt, op graan, dan neemt men het met het voedsel op en binnen het lichaam, en dat is het verschrikkelijke, kan het overal naartoe zwerven, in alle organen. Het overwint de moeder-kindbarrière. Het kan na het inademen direct in de hersenen terechtkomen en zich daar overal vasthechten. En de alfa-straal straalt dan zoals een zon op de omliggende cellen. Daardoor kunnen dan chromosoombreuken ontstaan. Dat betekent dat de genetische code van de mensen veranderd kan worden, met als gevolg allerlei vreselijke misvormingen. Hier is bijvoorbeeld een baby die wij in Bagdad opgenomen hebben in 2003. Zoals de arts zich uitdrukte, een baby die dus een vismond, visogen en een schubbige, glasachtige huid heeft, die daardoor niet levensvatbaar was. En 2 jaar geleden heeft een collega een soortgelijke afbeelding gemaakt in Kabul. Die was eigenlijk nog erger, maar ook vismond, visogen. En ik kan nu zeggen, ik heb in Irak werkelijk, in Basra en in Bagdad, werkelijk een blik in de hel geworpen. En ik vind dat het in Afghanistan nu steeds erger wordt. Deze baby heeft alle inwendige organen in een huidzak op de rug, dus abnormaliteiten die men zich nauwelijks kan voorstellen. Verschrikkelijke foto's, moet ik zeggen. En dat zijn... Daarmee werd echter ook bevestigd dat mijn diagnose wat de projectielen allemaal kunnen veroorzaken juist was. Ten eerste een in elkaar storten van het immuunsysteem met stijgende infectieziektes, speciaal ook virusinfecties, daarna vormen van kanker en leukemie, functiestoringen bij lever en nieren, dan vooral ook ziektes van genetische aard met misvormingen bij pasgeborenen en dan de vroeg geborenen en miskramen, net zoals na de ramp in Tsjernobyl. We hebben nog een lange weg af te leggen wat de verbanning van deze wapens betreft en natuurlijk ook wat het uitbetalen van schadevergoedingen aan de betroffen volkeren aanbelangt. Ik noem op de Palestijnen, het Nabije Oosten, de Balkan, Irak en in het bijzonder Afghanistan. Men zou miljarden dollars moeten investeren. Alleen al om Basra schoon te maken zou $200 miljard per jaar kosten en het zou miljarden kosten om alleen de brug over de Eufraat te ontsmetten. Zolang wij deze misdaden niet aan het licht brengen, zijn wij schuldig aan het verheimelijken ervan en kunnen dan niet volhouden een rechtsstaat te zijn. Dit zijn internationale misdaden, oorlogsmisdaden, die strafrechtelijk vervolgd moeten worden. In de herfst van 2008 hebben de Verenigde Naties daarover een stemming gehad of dit wapen niet verboden moet worden. En 144 staten hebben voor een verbod van dit wapen gestemd. Maar 4 landen hebben daartegen gestemd en daarmee een veto bereikt. USA, Groot-Brittannië, Frankrijk, Israël. In het voorjaar 2008 heeft het persagentschap van Irak, die toch eigenlijk persagentschap in de gunst van de geallieerden is, bekendgemaakt dat alleen al in Irak vandaag 18 regio's niet meer bewoonbaar zijn. Dat betekent het zijn regio's rond Bagdad, rondom Groot-Bagdad, rond Nasiriya en natuurlijk rond Basra, waar de verschrikkelijke tankslagen
zowel in 1991 als in 2003 hebben plaatsgevonden. Dat wil zeggen, men erkent vandaag dat zulke regio's eigenlijk onbewoonbaar zijn en dat de bevolking geëvacueerd zou moeten worden. Maar dat is natuurlijk te laat. Ze hebben nu al jarenlang dit stof ingeademd en als gevolg zullen ze ziek worden door kanker, leukemie en sterven. En ik vrees dat het gepland is dat men daarmee werkelijk een bevolking wil vernietigen, systematisch wil decimeren. Dat betekent dat de mensen daardoor genetische schade oplopen. Ze zijn niet meer in staat gezonde kinderen te baren. En wat we daar doen is heel duidelijk een genocide. Een sluipende genocide. Het bombardement in Afghanistan van Tora Bora, dat is een enorm systeem van holen waar men Osama Bin Laden vermoedde. Het is echter ook een van de grootste bronnen van Afghanistan. Dat wil zeggen, bij het bombardement heeft men systematisch het water, het brongebied, onbruikbaar gemaakt. Het is vergiftigd door de hoge giftigheid van deze bommen. En het is radioactief. God forgive us. Iraq, freedom. Verarmde uraniummunitie? God vergeef ons. Irak bevrijden? Dat zijn onze kinderen. En dat is de Britse en de Amerikaanse bozaardigheid. We moeten eigenlijk ophouden te zeggen, jij bent slecht en ik ben goed. Deze mensen hebben versteende harten. George Bush en Tony Blair willen christenen zijn? Zou Jezus Christus één enkele baby bombarderen? Wij moeten dat stoppen!